Valley bestaat er eigenlijk uit dat we 2 dagen hebben en in de eerste dag hebben we een aantal ideeën vanuit de maatschappij, vanuit mensen die daadwerkelijk elke dag aan het werk zijn met burgers. En in de eerste dag gaan we eigenlijk al die ideeën pitchen aan elkaar. En in de loop van de dag krijgen we dan netjes groepjes die aan de slag gaan met die gepitchte ideeën om daar daadwerkelijk oplossingen voor te gaan bedenken. En aan het eind van die eerste dag gaan we eigenlijk proberen om samen met een aantal UX-designers een opdracht neer te zetten om te kijken van hoe gaan we dat dan vormgeven? Hè? Waar kijken we daarna? Wat is dan die oplossing en hoe gaat dat werken? En in dag 2 hebben we eigenlijk een uitgewerkte oplossing. Dat hebben die user experience designers gedaan. Die hebben ontzettend mooie plaatjes en indrukken gemaakt van hoe die apps en oplossingen moeten werken. En vervolgens worden die gepitcht weer aan de mensen. Mensen in verschillende groepjes weer aan de slag om te kijken hoe levensvatbaar is zo'n idee, hoe levensvatbaar is de oplossing. Dus gaan we eigenlijk kijken van hoe valide is de business case en hoe kunnen we het aan de man gaan brengen en is het levensvatbaar, dat is een hele belangrijke. Ja, je ziet ontzettend veel enthousiasme en heel veel beleving. Mensen hebben allemaal het gevoel dat ze werken aan iets wat daadwerkelijk toe doet. Uiteindelijk aan het einde van die tweede dag komt een heel belangrijk moment. Om te kijken welke ideeën laten we doorgaan naar een volgende ronde en welke ideeën gaan het misschien redden om daadwerkelijk gerealiseerd te worden.